Donderdag 5 mei, 20:30, bevrijdingsdag. En live vanuit de kenniskeuken onder bij de bibliotheek van Gennep is dit de 17e aflevering van het tweede seizoen van Inzicht. We hebben vanavond twee gasten. De eerste gast van vanavond, ja, deze man zet zich in om het belang van stamceldonatie duidelijk te maken. En hij weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat er zoveel mogelijk stamceldonoren zijn. Vanavond aan tafel Sjef Smeets. En de volgende gast van vanavond. In verband met het vogelbroedseizoen is de Niersdal Survival Run in juli geannuleerd. Wil je toch vast oefenen voor deze survival run of voor een andere survival run? Primates Gennep gaat nu ook een survival run cursus organiseren. En vanavond aan tafel Joey Bakker van Primates. Verder hebben we Karels Vliegmachine. Die stijgt vandaag op bij de Martinustoren. We hebben muziek van Hartman en Henny Vrieten, het nummer Hartenbreker. En de stadsdichter is er om af te sluiten met een gedicht. En uiteraard passend bij deze dag, bevrijdingsdag. Maar eerst de nieuwtjes. Ja, een kijktip. Arnoud Hoebe trekt in zijn populaire televisieprogramma Dwars door de Lage Landen door België en Nederland. Eenmaal over de grens in Limburg volgen ze het Pieterpad. En ja, die iconische wandelroute leidt hen ook dwars door Gennep. Hier in Gennep ontmoet Arnoud na een overnachting bij Hotel de Kroon de bovenbouw van basisschool De Eilke Liek, die richting het kamp fietst. Het kamp waar ze met de basisschool heen gingen. En bij het Genneperhuis treft hij een groep archeologen die net een uitzonderlijke vondst hebben gedaan. Wie de uitzending gemist heeft, kan de link terugvinden op de website van Gennep Nieuws. Ja, en na Rob Jansen keert ook Rob Peperzak niet terug in het nieuwe college. Gezien zijn leeftijd, bijna 71 jaar, en de zwaarte van de functie als wethouder en tevens loco-burgemeester, heeft hij besloten te stoppen. Het CDA is op zoek naar een nieuwe kandidaat-wethouder. Dit om ervoor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk een nieuw college gepresenteerd kan worden. En dan alweer het laatste nieuwtje, zijn er 3 vandaag. De gemeente Gennep sluit het boekjaar 2021 af met een positief saldo van 1,7 miljoen. Het overschot wordt gebruikt om de reserves voor het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling aan te vullen. En de jaarstukken zijn voor iedereen te bekijken via een link op Gennep Nieuws. En dan gaan we nou al over naar onze eerste gast van vanavond. Die zit hier aan tafel, dat is Sjef Smeets. Welkom. Dank je. Hoe gaat het met je? Prima. Zou niet beter kunnen wensen. Goed om te horen. Helemaal gezond, helemaal, ja, gewoon helemaal up to life. Ja, gezond, dat is belangrijk. Ja, kun je jezelf even kort voorstellen? Ja, ik ben Sjef Smeets. Ik ben geboren in Gennep in 1953. Wij hebben 2 zoons. Ik heb in 2014 kreeg ik te horen dat ik leukemie had. En dat er een traject ingezet zou worden om mij te genezen. Dat bestond uit chemokuren een aantal, vrij pittige kuren. En dat zou afgesloten worden met een stamceltransplantatie. Ja. Nou, en dat is dan eigenlijk een beetje het verhaal wat ik heel kort schets. Maar wat al met al toch een maand of 7, 8 geduurd heeft. En daar, ja, we gaan het dadelijk verder over hebben, over stamcel, ja, donatie, ja, transplantatie. Maar hoe kwam je daar zelf achter dat je ziek was? Nou, dat is eigenlijk ook op zich wel een bijzonder verhaal, denk ik. Want ik heb een broer, die had op een gegeven moment last van nierfalen. En het gevolg daarvan was dat hij ontiegelijke koppijnen kreeg. En is daarmee naar de huis gegaan en toen bleek dat hij nierfalen had. Ik heb een maand of wat later kreeg ik ook gigantische koppijnen. Dat ik 3, 4 dagen op bed lag en dat ik zei van nou, ik ga morgen naar de dokter, want die koppijn is niet normaal. Ik vrat gewoon per dag 2 dozen, saridon leeg. Maar het bleef. En ik denk, nou, ik zal toch ook geen nierfalen hebben. Dus 's maandags naar de dokter, bloed geprikt en ik kreeg 's middags de uitslag. En toen zei de huisarts van nou, nierfalen, jouw nieren zijn prima, er is niks meer aan de hand. Maar ik zie bloedwaardes. Die vertrouw ik niet. Ik ga nog even met het ziekenhuis bellen en dan bel ik je zo een keer terug. Half uurtje later kreeg ik een belletje. Toch wel graag nu naar het ziekenhuis, want ze zullen toch wel even meer weten. En dan schrik je, denk ik. Nee. Ik had zoiets van, nou ja, ik wacht het wel af wat het wordt. En toen was ik om 15:15 waren we in het ziekenhuis. En daar werd bloed afgenomen, beenmergpunctie nog niet op dat moment. Bloed afgenomen en om 6:30 kreeg ik een voorlopige uitslag dat het of een vitamine B-gebrek, B geloof ik, of leukemie. Ik zei nou, dan is het leukemie, want vitaminegebrek dat kan niet, want mijn vrouw kookt fatsoenlijk. Dus, nou ja, dat zei zo. Dat moest de volgende morgen aan de hand van een beenmergpunctie moest dat definitief getest worden. Nou, die hebben dus de dag erop gehad. En daar kreeg ik 's avonds de uitslag van en toen bleek dus definitief leukemie te zijn. En hoe is die periode dat je moet wachten en ook voor jou en voor je familie? Nou eigenlijk het hele traject is voor mij hetzelfde geweest. Gewoon van laat me komen, laat me gaan. Om aan te geven, op een gegeven moment heb ik tegen een arts gezegd, toen lag ik al een aantal weken in het ziekenhuis. En 's morgens bij de controles werd me keer op keer gevraagd, heb je goed geslapen? En ik werd doodziek van die vraag. Dus op een gegeven moment komt een controlerend arts aan mijn bed. Zegt, goh dokter, ik heb even een vraagje. Verpleegkundig vraagt me iedere morgen al ruim 1,5 week, 2 weken, heb ik goed geslapen? En ik zeg iedere dag ja, maar jullie blijven het vragen. Ik zeg, wat, nou ziet meneer Smeets, de meeste mensen in uw situatie, die slapen slecht, want die liggen te malen. Die denken, oh ik ga dood en ik ga dit en dit. Ik zeg, nou dokter, laten we afspreken, niet meer vragen. Ik zeg, ik ga niet dood en ik slaap als een os, want als ik dit doe s'avonds om 11:00, ben ik weg. Zodra ik 2 nachten niet slaap of slecht slaap, meld ik me. Nou, ze hebben sindsdien die vraag nooit meer gesteld. Maar het geeft een beetje aan dat ik er toch wel heel... ja, makkelijk klinkt misschien wel te gemakkelijk gezegd, maar wel heel eenvoudig en realistisch instond van... ja, ik ga hier niet in dood, ik ben gewoon... Ik heb ook wel eens tegen een arts gezegd, dokter, ik ben niet ziek hè. Ik ben niet ziek, ik heb alleen leukemie. Ik zeg, ja, maar dat is wel heel simpel. Nee, ik heb alleen maar leukemie, want ik voel me niet ziek. Alleen bepaalde dingen kan ik niet meer, omdat mijn bloed het niet toelaat. En denk je dat op zo'n positieve, nuchtere manier ermee omgaan, dat dat ook echt heeft geholpen in het beter worden? Ik denk dat, een positieve instelling met alles veel makkelijker is en beter maakt. Of je nou ziek bent of in je sociale omgeving, als je negatief bent, is het vervelend. Het is altijd vervelend als je negatief bent. Dus je blijft gewoon positief. En geldt dat voor de familie ook? Zijn die ook allemaal zo nuchter en positief? Ik bedoel die familie, mijn eigen gezin? Ja. Die hebben natuurlijk wel heel moeilijk gehad. Want ik heb natuurlijk... mijn zoons hebben foto's gemaakt, of onze zoons, hebben foto's gemaakt van mijn ziekteproces. En daar zie ik dan foto's bij dat ik denk van... wow, dat is wel heftig. En dat moet jij als kind of als echtgenote, zie je dus jouw man of jouw vader zie je aftakelen en je kunt niks. Nou, en dat is, ja, dan is het moeilijk om positief te blijven. Ja. Nou ja, jullie hebben alles opgeschreven ook, hoe dat proces is gegaan. Jouw zoon heeft daar ook een deel van opgeschreven. En daar lees je ook terug die humor en die nuchterheid die daar toch in zat. Ook zelfs op het moment dat je naar de IC ging, dat toch nog kon. Bijzonder. Nou dan over de stamceltransplantatie die jij hebt gehad. Ja. Want het is zo dat 25% kans dat een broer of zus een match is. Je hebt 4 broers, zei je al, en niemand was een match. Terwijl je dan denkt, nou ja, 25 keer 4. Ja, dan moet ik toch 1 broer hebben die past. Ja, en dan in de werelddatabank met alle donoren zat ook geen match. En hoeveel donoren zitten daarin? Dat was toentertijd, waren dat er 31 miljoen. Ja. En dan zat er dus niet 1 bij. Ja, nee. Dan wordt het kritisch, maar dat is bij mij nooit zo doorgedrongen. Maar gelukkig was er nog een reservepotje met 600.000. Als je dat even in relatie ziet tot die 31 miljoen, 600.000 navelstrengen. En dan zaten er 2 bij. Nou, en dan denk ik achteraf van, daar heb ik toch wel heel veel minder pech gehad. Omdat er dus 2 wel zijn. Ja. En ik zeg met nadruk minder pech, omdat meestal zegt men, dan heb je geluk gehad. Ik zeg, nee, ik heb geen geluk gehad. Dus ik geluk had gehad en geen leukemie gehad. Dus ik heb gewoon minder pech gehad. En als die donoren niet gevonden waren? Dan was ik dood. Ja? Dan hadden wij hier nou niet gezeten. Nee, dan was het gewoon afgelopen geweest. Ja, dus je leven hangt echt af van die donoren. Ja, op zo'n moment. Maar kijk, het punt is wat ik belangrijk vind bij stamceldonoren. Ik heb gemerkt in de afgelopen jaren, er zijn heel veel jonge ouders, 30, 35 jaar, 40 jaar, met opgroeiende kinderen van een jaar of 5, 6, 7, 12 jaar. En een van die ouders krijgt te horen, je hebt leukemie en we hebben geen stamceldonor. En dat betekent dus dat je over 2, 3 maanden er niet meer bent. En dan moeten die kinderen, A, is die vader of moeder ziet zijn of haar kinderen nooit volwassen worden. En dat lijkt me dus echt een crime. Hmm. Maar B, die kinderen moeten verder in hun leven zonder vader of moeder. Nou, en dan denk ik wel eens, joh, als jij nog een jonge vent bent of een jonge meid, 25 jaar, meld je gewoon aan een stamceldonor. Want met jouw stamcellen kun je dus niet alleen die ene man of vrouw redden, maar gewoon een compleet gezin door laten gaan met een gezellig leven. Ja, en wanneer is iemand dan een match? Wat? Dat is afhankelijk van een tiental factoren. Je hebt bloedtypes, dat is niet verwarren met bloedgroepen, maar bloedtypes. En daar zitten ongeveer 10.000 verschillende bloedtypes bestaan er. Maar daarin zitten een aantal factoren die van belang zijn om een goede match te zijn. En als die match die 10 factoren benadert, dan kom je eventueel in aanmerking om te doneren. Ja, maar de kans is dus heel, heel klein. Die kans is erg klein. Ja, zeker als je kijkt naar de relatie, mijn situatie, tussen die 600.000 navelstrengen en die 31 miljoen. Ja. Ja, op navelstrengen 600.000 hebben ze er 2 en op 31 miljoen niks. En kun je iets verder toelichten, hoe werkt dat met die navelstrengen? Die navelstrengen die worden afgenomen uiteraard bij de geboorte van een kind. Hmm. En die worden dan opgeslagen in stikstofcilinders en bewaard tot de time dat ze nodig zijn. Want daar worden natuurlijk op dat moment wel de bloedtypes van vastgelegd. Ja. En dan worden die gebruikt als dat nodig is. En dat kan dus ook al. Ja. Hoe het precies gaat als mensen zich aanmelden als donor, daar hebben we een filmpje van. En die laten we even zien. Dat is leuk, ja. Misschien heb je gehoord van stamceldonatie. Maar waar is het voor en hoe werkt het? Nou, stamcellen maken nieuw bloed aan. Als iemand leukemie krijgt, gaat dat fout en kunnen jouw gezonde stamcellen hem beter maken. Maar omdat er veel verschillende mensen zijn, is het vinden van matchende stamcellen lastig. Daarom zijn er zoveel mogelijk stamceldonors nodig. Zo word je donor. Meld je aan en vul de vragenlijst in. Je krijgt wattenstaafjes thuisgestuurd die je langs de binnenkant van je wang haalt. Daarmee onderzoekt het laboratorium welk soort stamcelinformatie jij hebt en wordt je in de databank gezet. Mooi! De kans dat we je oproepen is niet groot. Maar als er een match is met een patiënt, bellen we je direct om stamcellen te geven. Dit kan op 2 manieren. Via bloed komt het meeste voor. Je krijgt dan prikken zodat je meer stamcellen aanmaakt. Je kan je wat grieperig of een soort botpijn voelen. Vervolgens ga je een dag naar het ziekenhuis. Alle kosten worden gewoon vergoed. Een speciaal apparaat filtert de stamcellen uit je bloed, terwijl jij, lekker internet bijvoorbeeld. Stamcellen kunnen ook uit je beenmerg gehaald worden. Je gaat dan volledig onder narcose. Tel maar af. 10, 9... Zo, al gebeurd. Misschien voelt het nog even beurs en ben je een beetje moe, maar dat is alles. Jouw stamcellen gaan direct naar de patiënt, die hopelijk snel weer beter is. Meld je meteen aan. Ja, wat denk je als je dit filmpje ziet? Mooi, mooi. Alleen, ik vind, ze moeten iets meer benadrukken dat je dus een compleet gezin daarmee kunt helpen. En niet alleen die ene man of vrouw. Maar ja, dat is een persoonlijke opvatting. Ja, dus je helpt er zoveel mensen mee. Ja, ja, je houdt gewoon een heel gezin. En een netwerk sociaal wat daar omheen hangt om die man of vrouw. Dat hou je gewoon compleet en in stand. Ja, en ik heb wel eens gehoord dat het dan heel pijnlijk zou zijn, omdat ze het uit je beenmerg halen. Nou, we zien al, dat is in sommige gevallen maar en je gaat onder narcose. Hoe denk jij daarover? Nou, A is het 15% gaat met beenmerg en 85% wordt dus gewoon via het bloed gedaan. Hmm. En dat betekent dat je dan een naaldje, nadat je dus een heel traject medische doorloop hebt en toestanden, je krijgt op de dag van afname een naaldje in je arm hier, een naaldje hier. Je bloed gaat in een filterapparaatje. Bloedstamcellen worden eruit gehaald en de rest van je bloed komt terug. En dan ga je de dag erop, of dezelfde dag nog, ga je gewoon weer vrolijk naar huis met hoeveel bloed die je had. Ja, en heeft het nog gezondheidseffecten voor de donor? Dat verschilt heel erg, want ik heb al eens de donoren gesproken die nergens last van hadden. Die gewoon s'avonds weer in de kroeg zaten. Ik heb ook al de donoren gesproken die een dag daarna of 2 dagen daarna nog een wat moeilijk gevoel hadden. Maar allemaal zeggen ze, ik zou het zo weer over doen. Maar niet op de lange termijn? Nee, heb ik nooit gehoord. Nee. Heb ik nooit gehoord. En de donor is altijd anoniem, klopt dat? Ja, dat is gedaan om te voorkomen dat mensen geprest worden om ook nog andere dingen te gaan doen. Ja. Voor die donor of voor die patiënt. Ja. En dat is toch wel logisch. Hey, en jij bent nadat je dus ziek bent geweest, beter bent geworden. Ik ben niet beter geworden. Oké. Okay. Een arts zei mij ooit van... had ik een opmerking gemaakt waardoor ik een psycholoog of een psychiater in mijn bed kreeg. Yeah. En zei, ja meneer Smeets, maar wij maken u gewoon beter. Dokter, u maakt me niet beter. Jawel, want we hebben goede artsen, goede hematologen, goede medicatie. Wij maken u beter. Dokter, u maakt mij niet beter. Ja, waarom zou wij niet beter? Nou, ik zal het u vertellen, een Smeets is zo goed... Die wordt nooit beter. Nee. Nou, die psycholoog, die was ook meteen weer verdwenen. Ja, goed. Die dacht van, daar komt dik voor elkaar. Ja. Maar zo stond ik wel altijd in. Ja. Met dat soort humor en onzin. Ja. Ik had zoiets van, joh, het is allemaal niet zo ramp hoor. En wat doe je nu allemaal om je in te zetten om nog meer donoren te krijgen? Ik ben gelukkig sinds de coronamaatregelen weer... geblokkeerd zijn, ben ik er volop aan de gang. Ik ben onlangs in Nijkerk geweest. Ik ga 21 mei naar Ede voor een verhaaltje doen. Ik ben 11 mei bij een studentenclub in Nijmegen. En dan moet ik even afwachten wat er nog meer op mijn pad gaat komen. Maar ik hoop toch weer druk bezig te mogen zijn. En vooral veel jongeren dus? Ja, met name tot de leeftijdsgroep 35 jaar. Mm-hmm. Want tot 35 jaar blijkt het... resultaat van een stamceldonatie meer effect te hebben en een beter effect als van oudere donoren. Je kunt donor zijn tot je 55ste, maar zeg maar vanaf je 35ste neemt, daar ga ik er maar even vanuit, ik ben er geen deskundige in, maar neemt de kwaliteit van je stamcellen af en dus ook de kans van slagen van een transplantatie. Oké, ja. Dus... En daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want de stamcellen van een oud mens zijn natuurlijk altijd minder als de stamcellen van een jongeling. Ja. Dus tot 35 jaar, daar wordt vooral... Dat is eigenlijk wel de groep die wij zoeken. Ja. En waar kunnen mensen zich aanmelden? Gewoon eventjes googlen op stamceldonor of matches.nl. Ja. Maar als je googelt stamceldonor, dan ben ik ervan overtuigd dat je bij Matches terecht gaat komen. Ja, volgens mij krijgen we een mooie lower third in beeld met de link naar de website. Oh, dus nou dat zou helemaal mooi zijn. Ja, nou ik wil je hartelijk bedanken dat je hier wilde komen vertellen. Graag gedaan. Heb je nog een laatste woordje? Ja, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor deze mogelijkheid. En ik hoop dat er een aantal mensen zijn in Gennep en de omgeving. En met name ook jonge mensen. En even nog benadrukken, ook mensen van kleur. Ja. Want voor mij was ook het probleem, omdat mijn moeder Indisch is en ik dus van gemengd bloed ben. Dat was een van de problemen om een passende stamceldonor te vinden. Dus we hebben ook in ons bestand te weinig mensen met een niet-Nederlandse afkomst. Ja. En die zoeken wij dus ook heel stringent. Goed dat je het zegt. Dankjewel. Jij ook bedankt. Dan gaan we nou over naar Karels vliegmachine. En die stijgt vandaag op bij de Martinustoren. Ja, bedankt voor de mooie beelden, Karels vliegmachine. En inmiddels is aangeschoven Joey Bakker van Primates. Welkom. Dank je wel. Leuk dat ik er mocht zijn. Ja, zeker. Hoe gaat het met je? Ja, dat is eigenlijk al een grappige vraag. Het gaat met mezelf best prima. Alleen ja, op het moment kleine blessure. Waardoor het, waardoor het survival run even op een laag pitje staat voor mij. Maar verder kan ik nog alles. Dus. Goed zo. Wat heb je gedaan? Ja, een heel heftig verhaal. Ik heb een ballon kapot geknepen. En daarmee sloeg ik op mijn eigen duim. En die impact die was zo hard dat nadat ik geslagen had en verder ging met training geven, toen boog ik mijn duim en toen scheurde de pees af. Dus van een heel simpel iets mag ik 4,5 maand herstellen nu. Ja. Dus dat is wel pittig. Dat kun je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Joey Bakker. Zelf kom ik uit Arnhem, dus ik moet nog heel veel ontdekken vanuit Gennep. Maar afgelopen 3,5 jaar nu bezig geweest hier in de gemeente in Ottersum, zeg maar, met Primates. Primates is dan een trainingsgroep voor Survival Run, van jong en oud. En daar geef ik eigenlijk alle trainingen. Voorheen heb ik dan nog het SEALS gedaan. En ja, ik probeer gewoon de passie voor de sport over te brengen naar iedereen. Zodat het gewoon... het is zo'n mooie sport en het is nog zo klein in de wereld. En dat moet gewoon gedeeld worden. En ben je na de SEALS Primates gaan opzetten? Ja, eigenlijk direct. Ik had in juli dan mijn diploma-uitreiking. En heel toevallig dan in augustus, 14 augustus, had ik het overgenomen van iemand anders in Zevenaar. Dat is mijn eerste locatie. En een jaar later kwam ik dan hier zo, eerst nog bij de Roepaan. Na ongeveer 3/4 jaar zijn we dan verhuisd naar Sportpark Tovios. En daar zitten we nu nog steeds zeg maar bij de parkeerplaats. En hoe lang ben je nou bezig? Met Primates zelf in september hebben we dan 5-jarig jubileum. Ja. 1 september, precies op Primatesdag. Het is heel toevallig een nationale of internationale feestdag. Of ja, feestdag. En, ze hebben er gewoon een label aan gehangen. Ja. Maar dat viel dan tegelijk. En vanaf 1 oktober zitten we dan 3 jaar op Sportpark Tovios. Oké. En 4 jaar in de gemeente Gennep. Ja, en wat Primates precies inhoudt, dat horen we daar nog verder. Maar ja, jij bent zelf Nederlands kampioen survival run. 4 keer maar liefst, als ik het goed heb begrepen. Hoe word je dat? Ja, hoe word je dat? Je hebt gewoon een klassement in de survival run wereld voor verschillende leeftijden. Ik heb het toevallig dan tussen 13 en 14 jaar had ik dan, was mijn tweede plek op het NK. En dan had je 15 tot met 17 jaar. Heb je gewoon elk jaar heb je een NK, Nederlands kampioenschap, waar je dan echt gewoon moet pieken. En ja, daar moet je het laten zien. En daarnaast heb je dan nog een klassement waar je voor het hele seizoen gaat strijden. Nou, en daar was dan 3 keer in de leeftijd 15 tot met 17 ben ik dan 3 keer Nederlands kampioen geworden. En het eerste jaar bij de senioren. Dus op de korte afstand. Je hebt dan ook nog de middellange afstand. En dan heb je dus over de korte is 8 kilometer. Middellang is 12 tot 15. Er zit een marge. En dan heb je nog de lange afstand. En dat is tussen de 18 en 24 kilometer. Oké. En dan door alles. Gewoon sloten, weilanden. Soms urban. Dus het is heel divers. En je kan dus in mijn leeftijdscategorie op 3 afstanden zou ik Nederlands kampioen nog kunnen worden. Ja. Oké, en dat ga je ook nog worden? Ja, ik had het doel wel voor dit jaar best wel strak gezet. Want afgelopen seizoen is best goed gegaan en ik mocht wel meedraaien, zeg maar, in de top. Dus het was heel spannend geweest wat het in Den Bosch in juni had kunnen brengen. Maar, de duim. Ja, een ballon kwam in de weg en dan kan je nog zoveel hindernissen overwinnen. Maar een ballon nekt je dan en dat is wel jammer. Maar volgend jaar gaan we gewoon in december weer proberen. Ja. En blijf gewoon fit. We kunnen nog zoveel dingen doen, dus gewoon lekker hardlopen en daar waar mogelijk is gewoon klimmen. En dan over Primates, want ja, dat zit in Gennep dan. Wat wordt daar precies aangeboden en voor wie? Ja, wij bieden dan trainingen aan voor eigenlijk alle leeftijden vanaf 6 jaar. Vanaf 6, 7 jaar mag je met de oude kindtraining meedoen. Dat is dan op de woensdag. En als jij tussen de 8 en de 14 jaar bent, dan zit je bij de jeugd. Die doen het op maandag, woensdag en vrijdag. En dan hebben we nog de volwassen groep. En dat is eigenlijk vanaf 15 jaar. Omdat we merken dat de meeste pubers die willen niet echt meer met kinderen trainen. En merken we toch wel dat er een positieve dynamiek is als die bij de volwassenen meetrainen. Ja. Dus vandaar dat we 15 plus bij de volwassenen zetten. Oké. Ja. En zodoende trainen die dan nog op maandag en vrijdag. En we gaan dan volgende week woensdag, of aankomende woensdag eigenlijk, beginnen met een basiscursus voor de volwassenen. Zodat gewoon weer op een laagdrempelig niveau voor iedereen toegankelijk is. Om de sport te beoefenen. Mensen die zien dat toch wel als een grote obstakel. En het is allemaal een survival run dan? Ja, okay. We hebben vroeger wel bootcamp gedaan, voornamelijk in Zevenaar. Maar ja, de mooiste sport is toch, vind ik zelf, survival run. En dat wil ik toch het meeste naar voren laten komen. En dat kan je ook gewoon op een laagdrempelig niveau doen. Zodoende heb ik ook één-op-één trainingen en mensen die dus gewoon fit willen worden, 5 kilometer willen kunnen hardlopen met survival run dan. En ja, als je ervoor wil gaan, dan is alles haalbaar in wat voor een conditiestatus je dan ook bent. Ja, afhankelijk van chronische blessures natuurlijk, maar laten we zeggen dat 90% van de mensen wel gewoon fit genoeg zijn of fit genoeg kunnen worden. Om de sport te beoefenen. En hoe zit het met aanstormend talent in Gennep? Ja, we hebben dus nu net die coronajaren gehad. Dat was wel heel erg jammer. Want alle wedstrijden die zijn toen afgelast. We hebben wel echt een leuke, echt een grote jeugdgroep. En die maken we helemaal klaar voor de wedstrijden. Proberen we nu ook een beetje echt te kneden van ga dan een keertje een runnetje doen. Nou, dan nu net in maart is het volgens mij weer begonnen, hè, de wedstrijden. Dus dan ben je alweer aan het einde van het seizoen, want dat loopt tot juni. En gaan we dus volgend seizoen hopelijk met een mooie groep jeugdleden en volwassenen die al meedoen naar de wedstrijden toe. En kijken of we nog een beetje mee kunnen draaien. Misschien komt daar ook nog wel een Nederlands kampioen uit. Ja, wie weet. We hebben het in Zevenaar al een Nederlands kampioen bij de MBO gehad. Dus, en dat is dan ook een van de trainers. Dus waarom hier niet? Ik merk echt wel dat ze hier super fit zijn. Je hoort iedereen over 2, 3 verschillende sporten in de week, soms 4. En die ouders maar heen en weer rijden. Maar ze zijn gewoon fit. Je hoort nog wel eens jongeren zitten te veel binnen. Nou, daar heb ik toch in Ottersum en Gennep en dergelijke heb ik toch wel een ander beeld. Natuurlijk zitten ze ook nog steeds binnen, maar ze sporten ook wel heel veel. En zijn de groepen groot? We hebben dan de jeugd verdeeld over 2 groepen op 1 dag, zeg maar. En dan heb je het ongeveer over 15 kids tegelijkertijd. Ja. En bij de volwassenen ook 10 tot 15, afhankelijk van hoe druk het is. En nu in de vakantie is het dan weer wat rustiger. Na die tijd zal het weer wat drukker zijn. Dus meestal gewoon mooie groepjes. En dan staan we dan met 2 trainers staan we de deelnemers te begeleiden. Heel divers lijkt me. Zeker. Gaan jullie op de training ook door de Niers heen? Ja, dat doen we wel eens. Okay. In de zomer, als het echt lekker warm is, dan gaan we gewoon over de landweggetjes richting de Roepaan. En dan springen we daar het water in. Dan komen we bij de brug bij Agatha's komen we er weer uit. En dan rennen we weer terug. Okay. Het is wel een hele opgave om natuurlijk even een 1,5 kilometer af te leggen met een groep kinderen. Yeah. Dus we doen het wel eens. Maar niet te vaak. We willen gewoon lekker klimmen. Lekker klimmen. En de Niersdal Survival Run, die is afgelast in verband met het vogelbroedseizoen. Is er al meer over bekend wanneer die... Ja, het is een organisatie op zich, hè, de Niersdal Survival Run. Wij vanuit Primates worden dan steeds meer erin in betrokken. Maar uiteindelijk hebben wij niks voor te zeggen. Dus het is in overleg met de organisatie zijn we echt bezig met andere opties. Want het broedseizoen, we hebben dan 2 coronajaren gehad. Dus 2 keer een teleurstelling. Of zelfs 3 keer eigenlijk, volgens mij. 20, 21... Nu? Nu de derde inderdaad, het broedseizoen. Die zagen we gewoon niet aankomen. En dat was echt wel weer een domper. Want je steekt heel veel tijd in met een grote groep. En we hadden echt volle bak energie. We gaan kijken naar oplossingen. We willen alles op alles zetten om een survival run te organiseren. Maar in welk jasje dat komt of op welk tijdstip, welke datum, dat is nog onbekend. Dus hou vooral social media in de gaten van de Niersdal en van Primates. Wij houden jullie op de hoogte zodra we meer weten. Top. En alle leden van Primates doen dan ook mee aan de Niersdal Survival Run? Wij hadden het eigenlijk dit jaar een beetje zo voor elkaar gekregen dat we dan op zaterdag eigenlijk een soort clubrunnetje gaan lopen. Zodat we op zondag vrijwilligers hebben bij de hindernissen. Oh ja, dat is ook belangrijk. Het is toch een evenement waar je misschien overschat of onderschat dat je eigenlijk wel rond de 200 vrijwilligers nodig hebt. Dat zijn er echt heel veel. Hmm. En dat is ook best wel lastig om bij elkaar te krijgen. Maar als we het op deze manier hadden kunnen oplossen, dan hadden we wel veel vrijwilligers gehad. En iedereen heeft er een kunnen lopen. En natuurlijk degene die het met een vriendje, vriendinnetje of een broer, neef, maakt niet uit wie, wil lopen, die had gewoon mee kunnen lopen. Ja. Oké, nou dan wil ik je hartelijk bedanken dat je hier wilde komen vertellen. Nog even voor de mensen die denken van, ik wil me graag aanmelden voor zo'n basiscursus. Kunnen ze gewoon naar de website van Primates. Ja, ja. Zeker. We zijn nog eigenlijk tot en met volgende week woensdag dan, of aankomende woensdag 11 mei, is het nog mogelijk om je daarvoor aan te melden. Het is een cursus van 4 keer 1 uur. Dus die begint dan 11 mei, 18, 25 en even uit mijn hoofd 2 juni. Nee, 1 juni. Hmm. Dat was hem. Als je mee wil doen, dan moet je bij de eerste wel aanwezig zijn, zodat je de andere, of alle 4, zeg maar, afmaakt. Ja. Maar ze kunnen ook nog gewoon met een reguliere training meedoen. Dus, dan kunnen ze gewoon 2 gratis proeflessen doen. Voor zowel jeugd als volwassenen. Iedereen is welkom. Dankjewel. Ja, en succes met de duimen. Ja, dankjewel. Dan gaan we nou over naar de muziek. We gaan kijken en luisteren naar Hartman, de nederpopband waarvan alle leden hier uit de regio komen. Vorig seizoen zaten ze hier aan tafel om te vertellen over bijzondere samenwerkingen met andere artiesten. Bij de opnames van dit lied kreeg de band hulp van de onlangs overleden Henny Vrieten. En naast de Doemar-zanger was Henny Vrieten ook een stijlicoon, belangrijk voor de nederpop, de ska, wat een aan reggae verwante muziekstijl is, film- en kindermuziek. En hij had een goed oor en groot hart voor talent. Dit is Hartenbreker. Ja, mooie muziek en nog met Henny Vrieten. En dan gaan we nou over naar het spel. Maar eerst de winnaar van het spel van vorige keer. Nou, het antwoord dat is Echo Put. En Thea uit Gennep, die heeft gewonnen. Dus Thea de Mokke komt naar jou toe. Gefeliciteerd. En dan nou het spel van dit keer. De vraag is, wat moet er kapot voordat je het kunt gebruiken? Dus wat moet er kapot voordat je het kunt gebruiken? Als je het antwoord weet, kun je mailen naar inzicht@gennep.nieuws of bellen naar het telefoonnummer 0682744609 of een sms'je sturen. En dan gaan we nou over naar Piet Tunnissen, stadsdichter. Hoe gaat het? Ja, prima. Ik kan niet anders zeggen. Bevrijdingsdag. Mooi weer, ja, wat hè, heel bijzonder. Ja, want Piet, wat is vrijheid voor jou? Ja, vrijheid voor mij is wat dat ik gewoon dat wat ik wil realiseren, dat dat in dit land te doen is. Hè. Als je wilt kun je in dit land alles bereiken. Dus daar worden nauwelijks drempels opgeworpen. Ik zou bijna zeggen, alles is mogelijk. Dus jij voelt je vrij? Ik voel me vrij. En zo wil ik ook denken ook. Goed zo. En het gedicht? Ja, vandaag, ik dacht dat toepasselijk was een gedicht over vrede te maken. Het is natuurlijk ook weer heel actueel als je ziet wat er 2000 kilometer verder naar het oosten gebeurt, dan is dat woord vrede natuurlijk nog steeds een woord wat voor veel mensen nog toch blijkbaar nog niet te veel inhoud heeft. En ik denk dat het ook heel goed is daar nog weer eens een nadruk op te leggen. Ik ben benieuwd. Vrede. Het is een heel bijzonder woord. Vaak gebruikt zonder het echt inhoud te geven, blijven wij er toch naar streven dat het wereldwijd zoveel mogelijk wordt gehoord. Er is nog steeds moeilijk in te komen dat miljoenen in deze tijd nog niet van strijd en oorlog zijn bevrijd en slechts van vrede kunnen dromen. Toch is vrede overal, ver weg, dichtbij, in een kind of in een lied dat we zingen, in moeilijke en simpele dingen, in de jaren van nu, toen en voorbij. Vrede is geplant in de kiem van ons bestaan, was ooit thuis in ieder mensenhart. Daarom is het tegelijk onbegrijpelijk en apart dat er soms zo achteloos mee om wordt gegaan. Dankjewel. Graag gedaan. Dan sluiten we deze aflevering hiermee af op deze bevrijdingsdag. En dan zijn we door donderdag 19 mei weer. Dus wil je nog meedoen met het spel, dan kan dat. En dan wens ik je een hele fijne avond.